Midden in de vakantieperiode viel er bij de 9 wijkcentra in Almelo een brief op de mat met de mededeling dat de subsidies ingetrokken zouden worden. En dat had grote onrust tot gevolg. De gemeente organiseert informatieavonden en woensdag was er eentje in de Schelf. Er volgen er nog meer. Wethouder Ten Seldan legde uit wat de insteek van de gemeente is. Maar er was ook weerstand. Het is geen doel op zich om wijkaccommodaties te sluiten. En daar ben ik mee begonnen. We kijken naar het totale gemeentelijke vastgoed. En dat is veel meer dan de wijkaccommodaties. En wat is daarvoor nodig? En wat zouden we kunnen missen? En als de conclusie is aan het eind van het traject dat de wijkaccommodaties echt nodig zijn, en ik kan dat onderbouwen dankzij uw inbreng, hè, want dat is nodig van de buurt, dan is dat het verhaal waarmee waar ik mee naar het college ga, waar ik mee naar de raad ga. Maar u moet mij wel helpen om dat verhaal dan ook te kunnen houden. Wij hebben een initiatief genomen en dat initiatief dat wordt gewoon aan de kant geschoven. En u gaat door met uw eigen initiatief. Dus wilt u burgerparticipatie, u kon uw burgerparticipatie krijgen, maar u pakt het niet aan. U wijst het af en krijgt vandaag een brief om 5:00 vanmiddag, net voordat deze bijeenkomst begint, dat we niet op tijd waren met de brief. Al dat soort dingetjes en hoe moet ik het vertrouwen als burger in de gemeente weer krijgen? Hoe moet dat? Ik kan alleen maar zeggen dat u van harte welkom bent om mee te participeren in dit proces. Nee, ik heb u gevraagd om te participeren in de samenleving. Dat is net even iets anders. We wouden dus gezamenlijk een plan bedenken, constructief meedenken, van onderaf, vanuit de samenleving, dus niet bovenaf opgelegd. Dat wilden wij. Het is niet alleen de gebruikers die hier gebruik van maken van het wijkcentrum. Het zijn niet alleen de activiteiten. We hebben hier een peuterspeelzaal. Er is hier een consultatiebureau. Er zijn hier gewoon mensen die even binnenlopen. Dus het zijn niet alleen de activiteiten. Hoe wilt u de eenzaamheid in de wijk, hoe wilt u die tegengaan? Het is de week van de eenzaamheid. Hè? Is het niet zo dat als je eventueel wijkcentra zou sluiten, hè, wat ik begrijp niet direct aan de orde is, maar dat die mensen dan eigenlijk achter de geraniums blijven zitten? Nou kijk, eenzaamheid vind je overal. Wijkaccommodaties en met name, kijk, het wijkgebouw zelf verandert daar niets aan. Maar de activiteiten die er plaatsvinden, die kunnen daar een bijdrage aan leveren om die eenzaamheid te voorkomen of te beperken. Maar dat moet ook van het individu zelf uitgaan. Dat kan ook zijn doordat de buurvrouw er wat vaker komt of de overbuurvrouw of vanuit school contact wordt gelegd. Er zijn tal van mogelijkheden. Eenzaamheid kun je op heel veel manieren bestrijden. Dat eenzaamheid bestreden moet worden, dat zijn we het over eens. Wijkaccommodaties zouden daar, de activiteiten kunnen daar een bijdrage aan leveren. Maar het gebouw zelf voorkomt geen eenzaamheid,